Wat bent u wijzer geworden als het gaat om onze provincie, Overijssel? Nou, ik vond het allereerst wel heel mooi dat er met de MH17 en het buitenland werd begonnen. Want dat heeft natuurlijk ook heel veel impact op de hele Nederlandse samenleving. Maar ook op Overijssel natuurlijk, als je daarnaar kijkt wat er in de zomer is gebeurd. Als je dan van het buitenland kijkt naar het binnenland, dan weet je dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Hè? Dat het ook niet vanzelfsprekend is dat we kunnen zijn wie we zijn. En dat is ook wel weer wat in het kader van 200 jaar Prinsjesdag aandacht aan wordt besteed. Dus dat vond ik zelf erg van belang. En dat wij ons dat allemaal realiseren is ook van belang. Maar het grootste punt denk ik toch is het inzoomen op de werkloosheid en de werkgelegenheidssituatie. Is voor Twente, bijvoorbeeld voor Enschede met die 18,6% werkloosheid, denk ik een heel belangrijk thema. En het feit dat daar een aantal maatregelen voor in de troonrede staan, is denk ik ook van groot belang. Dus het feit dat je bijvoorbeeld overbruggings-WW kan hebben als je voor een technisch beroep gaat studeren, is denk ik voor een groot aantal mensen, ook in Twente, kan dat een oplossing zijn om te scholen. Het feit dat gelukkig ook voor bouwbedrijven de 6% btw wordt verlengd, is denk ik voor onze regio ook immens van belang. Dus dat soort dingen zijn denk ik ook vanuit onze verantwoordelijkheid voor de regionale economie als provincie belangrijke stimuleringsmaatregelen. Kan dat ook enige verlichting brengen in de situatie die we nu kennen in Enschede? Nou, ik hoop van harte dat deze paar maatregelen, maar die kunnen het niet alleen zijn. Hè, want we moeten natuurlijk ook met elkaar inzoomen wat we ook doen op wat doen we nu met het vliegveld naar de toekomst. Maar ik hoop van harte dat dit wel enige verlichting brengt. Ja. Op welke manier? Jij heeft zojuist al iets geschetst. Nou, ik heb een paar maatregelen genoemd. Hè. Er wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan het feit dat mensen met WW mogen doorstuderen als ze naar een technisch beroep gaan. Dat zou voor een aantal mensen in Twente zeker een oplossing kunnen zijn. Het feit dat er 6% btw voor bouwbedrijven doorgaat, kan voor onze regio ook echt belangrijk zijn. Dus ik denk dat dat in ieder geval twee maatregelen zijn die van belang zijn. En daarnaast moeten we met elkaar gewoon echt inzoomen op de dramatische werkloosheidssituatie. Niet alleen in Enschede, maar bijvoorbeeld ook in Almelo. Maar wat dat betreft, voorzichtig optimisme, ook bij u? Nou ja, kijk, het is in ieder geval staat dat er iets positiever voor. Maar we moeten heel erg opletten. Het is kwetsbaar nog. En daarom is het heel erg van belang dat we gezamenlijk investeren in die economie. En met name in het Twentse deel van Overijssel is dat immens van belang. Ja, u voelt zich wat dit betreft gesteund door het kabinetsbeleid? Nou, in ieder geval zijn er een aantal maatregelen waardoor wij enige steun hebben. En waar we, denk ik, met elkaar ook samen kunnen werken aan een beter perspectief voor het grote aantal werklozen. Met name in Enschede en Almelo. Prinsjesdag, u ziet er prachtig uit. Dank u wel. Ja. Ik moet altijd wel even aandacht aan besteden. Overijsselse hoed? Ik heb hem wel daar gekocht. Ja, zeker. Dank u.